Hi, weet je wat lekker is als tussendoortje? Lekker yoghurt met sinaasappelsap. Nou, ik heb hier een sinaasappel natuurlijk. Die ga ik even in twee helften snijden. Ik pak een glas. En ik heb magere yoghurt. En daar ga ik het sinaasappel straks mee mengen. Ik heb zo'n ouderwetse sinaasappelpers. En die gebruik ik. En ja, goed, ik vind het wel handig, zo'n ouderwetse pers. Om als je zeg maar één of twee sinaasappeltjes wil uitpersen. Nou, ik zei net wat ik al zei: sinaasappel met yoghurt. Ik gebruik magere yoghurt. Maar je kan natuurlijk, als je dit zou willen doen, of het zou willen uitproberen, dan kan je natuurlijk ook met volle yoghurt doen. Of met halfvolle yoghurt. Maar ik kies voor mager, omdat ik toch een beetje op gewicht wil blijven. Een beetje op mijn gewicht let. Nou, de sap heb ik dus uitgeperst. En ik heb een bodempje in mijn glas gedaan. En dan doe ik de yoghurt erbij natuurlijk. Nog een beetje in deze pak. Nieuwe pak. Nou, een glas vol yoghurt. De rest van de sinaasap gaat er overheen. En dan pak ik een dessertlepel en dan ga ik het roeren. Als je wil, bijvoorbeeld, zou je er misschien ook wat zoetstof erin kunnen doen, wat suiker of honing. Maar ik doe er niks in. En ja, ik drink het op deze manier op. Het is erg lekker. Nou, dat was de video voor deze keer. Ik zie je een andere keer. Laat me in de comments weten wat je ervan vindt. Doei!